Hoi allemaal en welkom bij de volgende aflevering van de Arts Quarantaine Interviews. Vandaag word ik vergezeld door Jeroen Kartier. Deze introductie ging al 3 keer fout, dus ik hoop dat ik er doorheen kom met al zijn titels. Hij is hoofd van docent muziek op dit moment interim. Hij is coördinator van Artists Connected, de vooropleiding. Hij is coördinator van de kwaliteitsgelden, dus ik heb heel veel met hem te maken. Daarnaast is hij nog dirigent van allerlei koren. Hij is aanvoerder van het Artists Dream Team wat betreft voorlichting. Dus we hebben genoeg om over te praten vandaag. Hoi Jeroen. Goedemorgen. Oh, en dat ben ik ook nog dus vergeten wat je me net vertelde. Je bent de originele oprichter van DIM. Dus daar willen we ook zo meteen alles over weten natuurlijk. Oh, leuk. Ja. Even voor alle kijkers die je niet kennen. Wie ben je? Nou, ik ben Jeroen. Ik ben 46 jaar. Nee, 45. Ik word 46. Ik ben trotse papa van 2 jochies. En ik ben een hele blije werknemer van Artes door alle dingen die ik daar mag doen binnen en buiten de organisatie. En ooit ben ik als docent begonnen met een heel klein baantje, 1,5 uur in 2006. En langzamerhand werd dat steeds meer, want ik werkte ook in het voortgezet onderwijs als muziekdocent en docent CKV. En dat werd steeds meer. Op een gegeven moment moest ik een keus maken. En in 2014 zei de toenmalige directie, Jeroen, volgens mij moet jij fulltime hier komen werken. En dat heb ik gedaan. En ik vind het fantastisch. Dus het is ook nog wel een lange weg geweest voordat je uiteindelijk helemaal alleen van Artes was. Ja, want ik heb heel lang die combi gemaakt tussen het voortgezet onderwijs. Want ja, lesgeven was altijd mijn core business en eigenlijk nog steeds. Want ik mis ook nog heel erg toch het lesgeven. Dus dat ga ik volgend jaar ook weer doen. Want dat lukt nu niet door de veelheid aan activiteiten. Maar wat was je vraag? Dat het dus even heeft geduurd voordat je Artes eigenlijk was. Ja, daar was op dat moment geen volle baan. In het voortgezet onderwijs wel. Maar op een gegeven moment zat ik aan de ene kant 0,7 FTE en aan de andere kant 0,6. Nou, dat is een baan van 130%. Dat was wel iets te veel van het goede. Ja. Dus uiteindelijk mocht ik op verzoek van de directie toen de keus maken om volledig voor Artes te gaan werken. Ja. En waarom ben je docent muziek toen eigenlijk initieel al geworden? Want je hebt dus ook op Artes gestudeerd. En waarom heb je daar eigenlijk voor gekozen? Om voor die studie te kiezen destijds. Ja, dat was wel grappig. Want ik wist eigenlijk niet wat ik wilde doen na mijn middelbare school. En toen dacht ik ga de verpleging in. Dus ik had een open dag van het HBOV bekeken. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel wat behalve elkaar injecteren. Daar was ik niet zo fan van. Maar ik denk, als dat alles is, dan komt dat wel goed. En toen ging er een meisje, die kwam naar me toe en die zei, Jeroen, ik ga naar een open dag van het conservatorium. Ik zeg, wat kan je daar doen dan? Nou, dat is wat onze muziekdocent doet. Toen zei ik, dat is het, dat wil ik worden. Ik wil muziekdocent worden. Dus ik ben echt met dat meisje, ik spreek haar nog wel eens, naar het dorp gegaan. Ik heb een bos bloemen voor haar gekocht en bedankt voor het idee. En ik ben toegelaten. En uiteindelijk ben ik om die reden ook docent muziek geworden. Omdat ik het fantastisch vind om met groepen mensen te werken. Jonge mensen, oude mensen, dat maakt me niet zoveel uit. En samen aan één doel te werken. Want zeker in het voortgezet onderwijs, het vak muziek, is een vak waarbij je een van de weinige vakken waar je samen aan één product werkt. Dat red je. Ik ken geen ander vak waar dat gebeurt. En juist daar in die groep staan en leerlingen of studenten nu in dit geval meenemen naar het doel. Dus niet zeggen als docent, jongens, ik weet het, kom maar. Maar juist zeggen, dat is het doel en daar gaan wij samen naartoe. Nou, en daar krijg je gigantisch veel energie van. Wat tof. Ja. Heel mooi. Ja. En hoe ben je dan zo uiteindelijk nu dus dit jaar interim hoofd docent muziek geworden? Ja, goede vraag. Want ik merkte ook dat ik, nadat ik 14 jaar in het voortgezet onderwijs had gewerkt, van ik wil eigenlijk wel wat meer. En in die tijd leidde ik ook teams, was ik met andere projecten bezig. Ik denk, nou, daar ligt mijn hart ook wel. Maar ik wil ook dan daar een goede opleiding voor. Dus ik ben in 2012 gestart met de opleiding, met de Master Educational Leadership. Dus een onderwijskundige master voor schoolleiders. En die heb ik afgerond. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht, ja, maar ik heb nu steeds meer verstand van organisatie, van onderwijs, van visie, missie, strategie, ontwikkelen van mensen en verschillende vormen van leiderschap. En daar die kwaliteiten mag ik nu ook inzetten. En daar ben ik heel blij mee.
Ja. En is er veel veranderd vanaf dat je student was op het consortium naar je rol nu? Zeg maar, hoe is het consortium veranderd of is het eigenlijk nog steeds een beetje hetzelfde? Nou, het gebouw is aan zich hetzelfde. De sfeer is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Want, en dat vind ik wel mooi om te zien, want Enschede is echt een locatie die geroemd wordt en gekozen wordt, met name om de sfeer en het klimaat, ook om de Ja. onderwijskwaliteit hoor. Maar dat is wel de eerste insteek volgens mij van studenten van, daarom wil ik daar studeren. Van het voelt goed. Het voelt goed en er is een gevoel van samen. Je komt daar binnen en je voelt je niet alleen. Tenminste, die ervaring heb ik altijd in Enschede. Dus dat is prachtig. En nou ja, wat er echt anders is, is dat er vroeger een lijn door de kantine liep. En aan de ene kant mocht je roken, aan de andere kant niet. En daar hing dan ook een bordje, roken, niet roken. Nou, en de niet-rokerskant die stond helemaal blauw, want daar waaide de airco naartoe. Dus ook alle zangeressen met de tere keeltjes zaten dan bij ons. Nou, dat is echt veranderd. Maar de kantine zit nog steeds, of de cateraar zit nog steeds op dezelfde plek. Ja, het lokale, alles is geüpdate, de apparatuur is veranderd. Maar het blijft eenzelfde conservatorium, dat wordt bepaald door de mensen die daar werken. Wat mooi, echt heel, heel tof ook dat je gewoon precies ook die switch kan zien, maar dat er eigenlijk ook vrij weinig is Ja, veranderd. maar daarmee zeg ik ook dat die eigenheid van de locatie Enschede gewoon behouden is gebleven altijd. En dat is prachtig om, want er verandert van alles in de wereld en ook binnen het conservatorium. Maar er zijn de mensen bepalen hoe die wereld binnen de muren van het consortium Enschede eruit ziet. Doen ze met elkaar, dat is mooi. Dat zal Ja. een hele one-liner op een tegeltje, mag die, denk ik. Maar wat mis je op dit moment het meest aan Hartes? Wat ik het meeste mis is de nabijheid van studenten en collega's. Kijk, het met elkaar praten, terwijl ik noem het maar even een gesprek met glas ertussen, want zo zitten wij nu ook met elkaar te praten, is een. Is een, ja, voor mij een slap aftreksel van wat er eigenlijk zou moeten zijn. En ik heb het, ja, ik noem het een voorrecht om één keer per week toch in Enschede te mogen zijn, in het gebouw, om even te voelen, te snuffelen, te ervaren hoe het is. Wel rekening houden met de 1,5 meter afstand die er geldt. Maar het is zo fijn om even collega's direct in de ogen te kunnen kijken, kijken hoe de vlag erbij hangt. Even stiekem toch die arm op die schouder leggen, terwijl het niet mag, maar ja, soms moet je even zondigen om echt die ontmoeting te hebben. En dat lukt je veel minder goed op het moment dat je online werkt. Dus die nabijheid en die fysieke ontmoeting, die mis ik het meest. Ja, dat snap ik wel. Ja. En hoe gaat het nu met je zo in deze coronatijd? Nou, het gaat eigenlijk wonderbaarlijk goed, maar dat komt ook omdat ik Kijk, ondanks alle hectiek, want op het moment dat je als hoofd begint en daarna breekt eigenlijk de coronapleuris uit, dan moet je echt wel flink schakelen, omdat je ook nog heel veel kanalen niet heel goed kent. Of nee, een aantal kanalen niet heel goed. En daar ben je toch druk mee met afstemming, over toetsing, over. Dus je bent met collega-hoofden, met directie, met het, ja, ik noem het even het team Enschede. Ook de onderwijsorganisatie, die zijn allemaal heel erg bij elkaar betrokken, maar er moet zoveel georganiseerd en geregeld en gecommuniceerd worden. Dus ja, daar ben je heel druk mee. En ik heb er bewust voor gekozen om ook nu zit ik in mijn werkkamer en die grenst wel aan de woonkamer waar de kinderen lekker bezig zijn. Want ik Hoor heb het een dit beetje. vrij. Dit is een Ja. perfecte Ja. schets van hoe het is. Ja, maar ze weten ook dat ze niet zomaar naar binnen mogen. Soms komen ze even heel stiekem in beeld en dan, dat is ook leuk hoor. Maar dan ben je ook direct de focus een beetje kwijt. Maar eigenlijk ga ik iedere morgen om 8 uur hier zitten. En de eerste 5, 6 weken was het zo dat ik om 11 uur hier weer uitkwam. Wel even tussendoor om te eten. En ik heb nu gezegd van nou, het is nu een iets rustige periode. Waardoor ik dus ook iets meer tijd zoek voor ontspanning. Dat En de lijkt me wel. ontspanning zit met name in het, ja, dat gelooft bijna niemand, maar het sleutelen aan motoren en oldtimers. Mooie Dat om. afleiding in deze tijd. Ja, maar ik vind het ook niet erg om vieze handen te krijgen en af en toe gewoon lekker bezig te zijn met creatieve oplossingen verzinnen voor technische zaken die gewoon nog niet werken. En daar word ik ook heel blij van als die dan wel werkt. Of ik word heel chagrijnig als hij het niet doet. Ja.
Ik vind het wel een mooi beeld. Ja, zeg maar, het is eigenlijk ook een beetje net als hoe muziek werkt, toch? Dus op zich misschien ook wel een parallel te trekken. Nou ja, en ik probeer het ook wel af te wisselen, maar mijn vrouw wordt wel af en toe boos, want dan heb ik sta ook te klussen met een jasje aan en mijn nette schoenen en ja, nou, ik zie jouw reactie. Ja, dus daar moet ik nog even wat voor verzinnen. Dus dat Colbertje gaat eigenlijk nooit uit? Nee, dat is, ik voel me een beetje naakt zonder jasje. maar dat Colbertje is ook omdat ik dan alle hulpstukken die ik nodig heb ook bij me ben. En een telefoon of een aansteker of een, weet ik veel, alles zit daarin. Dus je hebt een soort van secret opslag in je binnenzak? Ja, ja, ja. Okay, en dat nou, dan blijft ook secret. Dan weet iedereen, ja, dan wordt dat nu het geheim. Dan wordt dat, ja, het geheim dat ontrafeld moet worden. Ja. Hoe waren de afgelopen weken? Dus je vertelde net al, best wel druk natuurlijk. Ja. Hoe was het? Was het echt gekkenhuis als hoofd? Nou ja, in met name de eerste 5-6 weken waren echt gekkenhuis. Er kwamen zoveel mails, zoveel vragen. Ondanks dat er vanuit Enschede heel goed gereageerd is, direct gecommuniceerd naar studenten, zo gaan we het doen. Dit. Maar er zijn zoveel persoonlijke vragen, studenten die tegen zaken aanlopen, hoofden die zaken moeten afstemmen. Hoe ga je om met toetsen? Dus je bent voortdurend bezig met bellen, online meetings en heel veel mail. En dat doe ik met liefde, want ik krijg er heel veel energie van om zaken te organiseren en zaken voor elkaar te krijgen. Even in mijn elleboog. That's dat, how you do it, kid. Ja, blijf een leraar, hè. Maar wat ik op een gegeven moment heel lastig vond, is dat je zo bezig bent met organiseren, dat je, ik miste de tijd die ik had voor de studenten. Dus op een gegeven moment ben ik ook online meetings gaan organiseren met klassen van, jongens, dan en dan wil ik gewoon even bijpraten. Een uurtje en dan. En ik heb nu, zoals Davy dat ook doet, een online spreekuur gedaan en dat werkt ook heel goed. Dus ik ben ook heel erg aan het zoeken naar een modus die bij de DM-student past en die, ja, ook bij mij past. Ik heb het met Reinhard ook gehad, omdat hij ook alle studenten tegenkomt. Heb ik het gehad over, nou ja, wat maakt nou de verschillende studenten? En hoe zou jij nou de typische docent muziekstudent omschrijven? De typische student muziekdocent. Dat is iemand die een enorm groot hart heeft. Die voortdurend in verbinding is met zichzelf en de buitenwereld. En daar een mooie balans tussen zoekt. Iemand met een hele grote drang naar ontwikkeling en steeds meer gaat kijken naar hoe kan ik beter worden en hoe kan die ander beter worden. Dat vind ik zo'n mooie eigenschap. Die student, ik ken geen enkele DM-student die zegt ik wil alleen maar de spotlights, maar ik wil die ook voor mijn omgeving en ik wil die ook samen. En dus ja, het is een hele sociale, sympathieke student die heel veel mooie dingen kunnen en willen leren. Ja. En waar keek jij nou eigenlijk het meeste naar uit het afgelopen half jaar, of de afgelopen maanden, wat eigenlijk zou gaan plaatsvinden, wat dus niet door heeft kunnen gaan door deze hele coronacrisis? Ik denk de eindtentamens. Want de eindtentamens zijn zo'n mooi en belangrijk onderdeel voor een student, maar ook voor een opleiding van, goh, we gaan nu iemand nog één keer, ja, ik noem maar even testen, maar de kans geven om te laten zien welke competenties die verworven heeft en of daar nu echt een docent staat. En of je, nou, en dat deden we altijd in een lokaal, openbaar, met publiek. En dat was altijd best een mooie happening. En dat lukt nu niet. En we hebben daar een prima vorm voor gevonden door nu online de tentamens te doen. En daar gebeuren ook hele mooie dingen. Dus het formele stuk lukt goed, ondanks dat de techniek af en toe bij een aantal bezoekers hapert. Maar ook, want je krijgt iedereen in beeld, buurmannen, buurvrouwen, opa's, oma's, die vergeten de microfoon dicht te zetten. Zet mijn gehoorapparaat in, wat hadden. Nou, dan hou ik van, dat soort taferelen. Ja, de muteknop is goud natuurlijk. Ja, precies. En zeker als je host bent, kan je ze in één keer allemaal muten, dat is fijn. Maar studenten zijn er ook heel vaardig mee. Dus die maken fantastische presentaties.
We hebben ze ook opgenomen, zodat we een aantal ook voor de online finals kunnen laten zien. Dus ik hoop dat de rest van de wereld ook dan, of van de auteurswereld, mee kan genieten. En ja, het lastigste deel is de terugkoppeling van het cijfer. Want dan zeg je tegen een student van nou, je bent geslaagd, gefeliciteerd, dit en dit en dit, dit is nog de onderbouwing, dit is het cijfer. Vanavond maar champagne en taart, zeg je dan. En ja, hopen op een fysieke diploma-uitreiking, maar... daar mis je die nabijheid het meest. Want na 4 jaar wil je een student even... Ja, ik wil dat altijd even knuffelen en zeggen... ja, wat ben ik trots op je? Wat heb je het goed gedaan? Maar dat is ook echt... Ik krijg meteen echt zo'n leeg gevoel dat je denkt van... Dat is toch het moment waar je dan naartoe werkt, die 4 jaar. En inderdaad, dat je die beoordeling krijgt. En ja, ja, dat is wel heel zuur natuurlijk, ja. Ja, dat is ook heel zuur. En ik hoop gewoon dat er toch een fysieke diploma-uitreiking mogelijk wordt... Waarbij je de studenten, nou ja, in ieder geval dichterbij voelt even dan met een schermpje ertussen. Ja. Ja. En daar zijn ze ook heel hard achter de schermen mee bezig om te kijken wat er mogelijk is. Dus laten we daarop voor duimen. Fingers crossed. Ja. Je vertelde dus voor het interview al even, fun fact, jij bent de oprichter van DIM. Ja, in mijn studietijd was het ooit zo, en dat was in 1993, in Enschede. En nou, er gebeurde onder studenten nog niet zoveel. En dat was eigenlijk het moment dat we samen met de zoon van de toenmalige directeur, hebben gezegd van nou, volgens mij moeten we een studentenvereniging oprichten en leuke activiteiten gaan organiseren. En dat zijn we gewoon gaan doen. Nou, toen moest er ook een bestuur gekozen worden. Toen hebben we posters van onszelf gemaakt en in het gebouw gehangen. En toen hebben we ook gekozen. Dus ik was voorzitter en hij was secretaris. En toen hebben we daar ook een penningmeester bij gezocht. En hebben we nou echt heel officieel ook statuten bij de notaris neergelegd. En toen is DIM ontstaan. Tot volgens mij 1997, 1998, toen wij afgestudeerd zijn. Maar in die tussentijd... hebben we altijd de kosten van de Kamer van Koophandel. Die zijn we blijven betalen, want dat moest toen nog. Dus en op een gegeven moment, een aantal jaren geleden, ik weet niet meer hoe lang, kwam het ooit ter sprake met een groep studenten. Ik zeg, maar die kan je zo weer oprichten. Ik kan meewerken en meedenken. En de DIM bestaat weer. Daar ben ik best wel trots op. Als de DIM het leuk vindt, ik heb mijn garage ook opgeruimd. Ik vond een geldkistje, er zat geen geld meer in. Maar heel veel administratie en inschrijven van oude leden. Dus misschien kunnen we daar nog ooit een DIM-reunie mee organiseren. Wat tof. Wat is voor jou de grootste les uit deze quarantaine geweest? En wat zijn ook de mooie dingen die je hebt zien gebeuren? Nou, de grootste les is voor mij persoonlijk dat ik... mijn leven lang eigenlijk al gedacht heb dat ik heel veel mensen nodig had om energie te krijgen. Om niet van, oh, als ik alleen ben, overleef ik het niet. Maar ik ben echt zo'n groepsmens en die met mensen om me heen het beste gedijt. En nou ja, ik heb nu op dit moment best heel veel alleen gewerkt. En heel veel alleen in mijn, ja, ik noem het maar even, cockpitje gezeten hier. En daar kan ik ook. Dus dat is voor mij heel veel winst om ook te ervaren dat ik ook in staat ben om het zonder al die energie van anderen en afleiding te doen. En wat is het mooiste wat je hebt zien gebeuren, ook bij studenten? Ja, het mooiste wat ik bij studenten heb zien gebeuren is dat ze... ik heb het idee dat ze meer en sneller contact met elkaar zijn gaan zoeken... op de momenten dat de ander dat even nodig heeft, waarop ze elkaar even nodig hebben. Het is veel normaler geworden om even te klikken en even te vragen, goh, kan ik je even bellen of je stond op groen, kan ik even contact met je hebben. Normaal gebeurde dat wel in de kantine, maar nu is het ook meer inhoud gerelateerd. Dus schoolinhoud gerelateerd. Dus er wordt meer kennis gedeeld, er wordt meer misschien wordt er ook wel samen tentamens of mondelingen nog meer voorbereid, omdat het zo... Ja, het is eigenlijk eenvoudiger. Want normaal sprak je op conservatorium af. Dan had je een reistijd van een half uur tot een uur. En nu is het 4 seconden en erbij er. En dan, dat vind ik mooi. Dat er nog meer kennis gedeeld wordt. Hoe gaat de komende tijd eruit zien voor jou? Nou, de komende tijd tot aan de zomervakantie wordt het zorgen dat alles blijft draaien. En in die tijd... We zijn ook achter de schermen heel druk bezig met het kernteam en met de opleidingscommissie om volgend jaar opnieuw in te richten.
opnieuw in te richten, in ieder geval zo neer te zetten binnen de beperkingen die we nu kennen. Dus het is en heel hard werken om het jaar af te ronden en heel hard werken om het jaar erop vorm te geven. En we zijn, er zijn een aantal ontwikkelingen die ook ingezet zijn en blijven ook mee doorgaan. Dat was ook al voor de coronatijd. En dat is dat de verkorte opleiding, zoals we die nu hebben, ook daadwerkelijk DM op maat heet in Enschede. En dan gaan we aan de voorkant heel duidelijk neerzetten, als je van Media Music komt of van Pop Academie of van een Pabo, dan wordt dit je pakket en dit je vrijstellingen. Je weet van tevoren direct waar je aan toe bent en hoe lang die opleiding gaat duren. En ik dacht, laten we het nog eens gek doen. Dus er zijn ook heel veel mensen met een AMV-diploma in Nederland. Het is een hele lange tijd geweest bij docent muziek dat je een tweede of een eerste graad bevoegdheid kreeg aan het einde van je studie. En er zijn heel veel studenten, of nu docenten, die nog steeds die tweede graad bevoegdheid hebben. En we hebben in overleg met de examencommissie een enorm verkort traject kunnen ontwikkelen, zodat deze mensen in no time ook hun eerste graad bevoegdheid halen. En ik gok dat dat binnen een half jaar zou kunnen. Wat mooi. Wat gaaf. Ja. Toffe dingen die er aankomen dus. Ja, en heel veel audities gedaan. De aanmeldingen liepen storm van docent muziek. Dus dat is prachtig. We hebben een heel groot eerste jaar. Dat is supermooi. Ja. En wat is je ultieme tip voor alle studenten en medewerkers om deze tijd nog even door te komen? Blijf in het moment. Want ik merk als ik met studenten of met collega's praat, ik zeg van, weet je wat allemaal kon? Of weet je wat misschien straks niet meer kan? En van beide word je wat vervelend, denk ik. Dus op het moment dat je in het moment blijft en kijkt, hé, wat kan ik nu? En hoe kan ik daar het beste van maken? Dus vooral in het nu blijven. Dat zou eigenlijk mijn grootste tip zijn. Daarin overleeft volgens mij geen enkele vervelende emotie. Blijf in het moment. En waarom moet iedereen volgend jaar, de toelating is er nu al geweest, maar in 2021 in Enschede docent muziek komen studeren? Ja, omdat dat volgens de studenten en nu volgens mij ook de leukste DM-opleiding van Nederland is. Met een mooi team en niet voor niks topopleiding. Dus zorg dat je daar terechtkomt als je docent muziek wil studeren. En anders eerst even in de vooropleiding en dan kun je alvast kennis maken. Art is connected. Linkjes onder in de beschrijving. Ja, precies. Top. Dankjewel Jeroen. Graag gedaan. Voor al je inspiratie en al je tips die je hebt gedeeld. Hopelijk zien we elkaar snel weer. En dankjewel. En alle goeds voor iedereen die dit gaat kijken. Top. Gaan we doorgeven.